Oeganda behoort met Kenia en Tanzania tot de drie meest bekende Oost-Afrikaanse landen. Qua natuurschoon is Oeganda echter het rijkst bedeeld. Terecht voert het land dan ook de kroonkraanvogel als nationaal symbool in haar vlag. Niet voor niets wordt Oeganda dan ook de parel van Afrika genoemd. Zover als het oog reikt, is de kleur groen immers overheersend. Dat, gecombineerd met het vele water, maakt Oeganda tot een van de vruchtbaarste landen. Er is dan ook een overvloed aan wilde dieren, variërend van olifanten, giraffen, leeuwen, nijlpaarden en krokodillen. Ook het vogelleven is bijzonder rijk. Er zijn meer dan 1000 vogelsoorten waargenomen. Het landschap van Oeganda is telkens weer verrassend. Hoogvlaktes en dalen wisselen elkaar voortdurend af. Het grootste gedeelte van het land bestaat uit droge savannes. Maar ook mooie moerasgebieden zijn er in overvloed. En op diverse plaatsen vindt men uitgestrekte tropische regenwouden. Oeganda wordt doorsneden door vele rivieren, waarvan de Nijl ongetwijfeld de bekendste is. Deze rivieren maken grote delen van het land tot een vruchtbaar gebied. En het is dan ook geen wonder dat landbouw het belangrijkste bestaansmiddel is. Ook de veeteelt levert een substantieel bijdrage aan de economie. Met name de Ankole-runderen zijn een blikvanger in het landschap. De meeste boeren bezitten slechts een kleine boerderij, met vaak minder dan 2 hectare grond om hun producten op te verbouwen. Alleen de verbouw van thee, suiker en katoen vindt op meer industriële schaal plaats. Omdat de infrastructuur zeer slecht is, is het vervoer vanaf de boerderij naar de markten en distributiepunten veelal gebaseerd op de fiets als transportmiddel. Ook het halen van water uit de nabijgelegen rivieren met de fiets of te voet is een dagelijkse bezigheid. Het zware werk op het veld wordt meestal door de vrouwen uitgevoerd. De totale bevolking bedraagt ruim 30 miljoen mensen. En er worden ongeveer 36 volkeren, dan wel stammen, onderkend. Elke stam heeft zijn eigen taal en zijn eigen sociale en culturele achtergrond. De officiële voertaal is Engels en deze wordt op de scholen onderwezen. Door veel Oegandezen wordt dit tegenwoordig redelijk gesproken, hoewel je er als westerling wel even aan wennen moet. Al deze verschillende groepen zijn behoorlijk geïntegreerd en voelen zich ook werkelijk Oegandees. De belangrijkste reden voor toeristen om Oeganda als bestemming te kiezen is echter een bezoek aan één of meerdere van de natuurparken. Het Murchison Falls Park is het grootste park van Oeganda. Het dankt zijn naam aan de gelijknamige en indrukwekkende watervallen. Olifanten, giraffen, de waterbok en de buffel zijn hier eenvoudig te spotten.
Meer dan 465 vogelsoorten zijn er in dit grote park. En met een beetje geluk is ook de schoenbekooievaar te bewonderen. Het Kibale Forestpark is vooral bekend vanwege de chimpansees, het meest aan de mens verwante dier. Behalve de chimpansee is hier ook de zwart-witte colobusaap te vinden en de rode variant met zijn lange staart. Het Queen Elizabeth Park is het oudste park van Oeganda. Het landschap is hier heel gevarieerd en omvat savannes, kratermeren, moerassen en tropisch regenwoud. Praktisch alle diersoorten vinden hier dan ook een plekje waar ze hun dagelijks voedsel kunnen vinden. En een bootsafari over het beroemde Kasinga Channel is een onvergetelijke gebeurtenis. Het Lake Bunioni leent zich uitstekend voor een wandeling door de heuvels, met als beloning een schitterend uitzicht over dit merengebied. Een trekking naar de beroemde berggorilla's in het Bwindi Park is voor de meeste toeristen de belangrijkste reden om Oeganda te bezoeken. Het Lake Mburu Park is een van de kleinste parken van Oeganda. Het heeft echter een grote variëteit aan natuurschoon en het is het enige park in Oeganda waar zebra's verblijven. Maar ook zijn hier zeer veel andere diersoorten te vinden. Terecht mag Oeganda zich dus de parel van Afrika noemen.